Peter van de Broer. Overstap van Hoogeveen zondag 2 naar Hoogeveen zaterdag 1. Nog één keer de Volvo gaan? Ja, dat is wel de bedoeling. Ik kan nou in eerste instantie kan ik ook een keer op een zaterdag voetballen. Omdat mijn vrouw die werkte normaal in het weekend en ook op zondag. En vandaag kan ik nu ook een keer op zaterdag, omdat mijn vriendin nou niet meer hoeft te werken in het weekend. Heeft het lang gekriebeld? Want ja, het kon dus gewoon niet. Maar heeft het gekriebeld? Ja, de ene kant wel, de andere kant niet. Ik heb toen scheenbeen gebroken gehad en toen heb ik me twee gedachten gedaan van wil ik het hoogste nog of wil ik gewoon voor mijn plezier. Dus toen heb ik meer voor plezier gekozen voor het hoogst haalbare. Ja. Als ik een beetje je woorden mag opmaken, heeft het je veel energie en kracht gekost om weer terug te komen van die blessure? Ja, het heeft een jaar geduurd voordat het scheenbeen weer aan elkaar zat. Kun je ons nog even meenemen, wat is er precies gebeurd? Ja, het was op de training en er was een oefening dat was eigenlijk de aanvallende tegen de verdediger moest. En we komen tegelijk bij de bal en ik wil hem wegschieten en hij wil op doel schieten. En de fractie van de seconde dat als het eigenlijk gebeurt, dat was scheenbeen door de midden ging. Zo zie je dat er op het oog ongelukkige actie misschien, of dat het heel veel schade kan opleveren. Dat klopt. Het knakt als een luciferstokje, ja. Dus je kunt er niks meer aan doen dan. Goed, een aantal mooie jaren denk ik ook in de tweede gehad, met ups en downs natuurlijk. Waarvan het laatste jaar natuurlijk een mooi seizoen is geweest. Waarbij de afsluiting natuurlijk helaas net de mist in ging tegen Alcides. Ja, dat klopt. Dat is heel jammer. We waren, vind ik zelf, niet de minder. We hebben genoeg kansen gehad. Ik heb er zelf nog één hele goede gehad, maar helaas mocht niet baden. Heb je de zaterdag ook echt van dichtbij gevolgd het laatste jaar? Ja, in de achterhoofd, je ziet wel wat er gebeurt, welke jongens als ze gingen gaan en hoe ze voetballen. En het ging steeds beter, dus dan kriebelt het wel om daar misschien een steentje aan mee te doen. Ja, het woord viel al een paar keer bij andere interviews, vriendenploeg? Ja, hier zitten een boel mensen die als met elkaar in de eerdere jaren met elkaar hebben gevoetbald. Dus die denken van nou nog één jaar proberen te vlammen met z'n allen en dan komt er dadelijk een jongere gat, neem ik eens aan. En die kan... Zo zien jullie het wel? Zo zien we het wel, denk ik. Ja. Ja. Dus, en het is een echt Hoogeveens team en dat is natuurlijk prachtig, hè? Want goed, daar wil je eigenlijk naartoe. Inderdaad, ik denk 90% echt Hoogeveen vanaf de kleins af aan tot met nu is. Ja. Zag je een tweede voetballen in die laatste wedstrijd tegen Alcides? Zag ik een beetje op middenveld, terwijl ik jou een beetje als verdediger zie? Ja, dus... Of is dat er nog van ver verleden? Nee. Ik wil wat mee naar voren, maar dat moet ook kunnen. Je moet ook verdedigend gaan in principe voor aanvallen. Ja. Tenzij als alles op alles moet, dan ga je natuurlijk aanvallen. Alsof we alles op alles hebben, je zult ook volle bak moeten gaan, sowieso ook op de training en zo, want de concurrentie is moordend. Dat klopt. Ik ben er in principe altijd, dus ik stap er niet van weg om een concurrentie aan te gaan. Dus. Nou, een karakter heb je denk ik ook nodig in die derde klasse met al die derbies. Dat weet ik wel zeker. Ik vind het jammer dat de Weide gepromoveerd is. Dat is natuurlijk mooi voor hun, maar het is een beetje jammer voor hier in de buurt. Dat was mooier geweest. Okay, maar goed, Hollandsveld, Elum. Dat zijn ook mooie affiches.